Langeleer, lagere school, laatste jaar. Dat moest ik overdoen, want ik dacht: waarom zit ik daar eigenlijk nog? Dan kreeg ik een leraar en die zei: Hé, hey, jij kan heel goed tekenen. Nou, dat was voor mij een aanleiding om daarop door te gaan. Ik kan me nog herinneren dat hij zei toen op het schoolplein: van ja, Steve, ik moet even met je praten. Het is namelijk zo, ik heb met de bovenleraar gesproken, en het is zo dat we mogen niet meer als een team geven. Ik hoop dat je daar genoegen mee kan nemen. Dat gaf een klein vonkje in de goede richting, waarvan je dacht, hé, hey, ik ben bijzonder. Uh, toen uh, ik later in, uh, van de lagere school af was uiteraard, kreeg ik een olieverfdoos, een kleurdoos, waarvan ik dacht, wat moet ik ermee? Ik ging daarmee schilderen, landschappen maken. En ik had het idee van, hé, hey, nu ik dit gemaakt heb, lijkt het wel alsof ik de wereld aan het veroveren ben. Het, het, het wond je op, en waarom, wist je niet precies, maar het was zo. Later ook wel iets, toch nog wel jong, een jaar of 13, 14, ging ik veel de polders in in Den Haag. Ik woonde bij het Zuiderpark en er werd een hele nieuwe wijk neergezet, Moerwijk, Morgenstond. En eh, het mooie daarvan was dat daar eh, hele grote polders leeg stonden omdat daar gebouwd moest worden. Het rookte zomers enorm naar dillen en naar distels en er vlogen vlinders. Je ging daar ook tekenen, dat deed ik ook heel veel, omdat ik dacht ik moet dat vastleggen. Waarom, wist ik nog niet precies. Toen ik wat ouder werd, kreeg ik het idee van waarom is dat er allemaal. Waarom gaat het allemaal weer groeien en elke keer in de herfst stort het weer in elkaar en is het weer weg. Het leven en dood principe, gevoel daarin kwam steeds meer op me af. En ik kon daar niks mee. Ik werd daar eigenlijk een beetje beroerd van. Op een gegeven moment was ik een jaar of 16. Toen kreeg ik een boek van Thijla de Chardin. Dat kon je gewoon kopen toen nog. Voor drie uh, gulden zoveel bij de slechte. En dat was zo bijzonder. Daar, daar werd een verband gelegd tussen verschillende dingen. En dat uh, heeft mijn uh, interesse zo gelokt dat ik dacht, eindelijk is er een logica in het hele, hele verhaal van leven en dood. En daar is eigenlijk mijn uh, interesse in gekomen in mijn werk, wat ik nu nog steeds maak. In het begin uh, werkte ik in olieverfje, deed met alles wat je bezig, allerlei materialen. Maar ik heb op een gegeven moment een keuze gemaakt, ik wil niet op linnen meer schilderen want dat is alleen maar hobbelig en bobbelig en dat geeft alleen maar effect wat ik niet wil. Wat ik wil is met je hand kunnen schrijven op papier, glad, zo glad mogelijk, alsof je niet aan het schilderen bent, maar aan het schrijven. En dat schrijfwerk dat doe ik op mijn schilderijen. Ik maak eerst grote indelingen waarvan ik denk vier vlakken. En dan heb ik vier verschillende modellen. Ik weet dat die spanningen hebben, die vlakken, dat hebben met elkaar te maken. Je kan daar met krachten in werken in die vlakken. Je kan de explosie maken, maar je ook de implosie maken. En in al mijn schilderijen zie je dat steeds terug. Dat steeds dat leven en dat dood, het opgaan van leven en het weer neergaan van leven, in één en hetzelfde schilderij terugkomt. Het zijn, vind ik zelf, als het ware grote panorama's van het grote raadsel. Van die bewondering die ik heb voor het hele leven. De opbouw van mijn werk, dat heb uh, ik al een klein beetje aangeroerd, dat bestaat uit papier. En waarom papier? Nogmaals, ik kan daar makkelijk in schrijven. Het is met lakverf gedaan, niet met gewoon olieverf. Waarvan je uh, stroef materiaal hebt. Je moet het steeds verdunnen, weer verdunnen, verdikken, verdunnen enzovoort. Schiet niet op. Nee, lakverf, die kan je ook verdunnen. Als je goede kwaliteit lakverf hebt, kan je je hele lijnvoering maken met de donkerblauw. Dat is de nachtlijn als het ware, over het hele schilderij. Als je die nachtlijnen hebt neergezet, dan krijg je daarna de vlakken over. Die vlakken vul ik ook in met transparante uh, olieverf, lakverf, olieverf. Waardoor je dunne vlakken over het hele schilderij hebt, die omlijnd zijn met die nachtlijnen. Dan ontstaat er een glaceertechniek. De glaceertechniek, de transparante verfjes, die doe ik wel gewoon met uh, tube olieverf. Dat wordt verdund. En daarmee kan je de tinten veranderen. Als je een gele ondergrond hebt en je doet er zacht rood overheen, dan krijg je oranje en dan kan je nuances in maken wat je maar wil. En zo is het eigenlijk, mijn schilderijen, dat het in het effect geeft van een splitsing van het licht. Bij mij kom je nooit bruin tegen. Altijd alle kleuren van de regenboog en meer is er niet te zien. Het moet puur leven blijven. En omdat alles zo omrand is met de nacht van de lijn, geeft het het effect alsof je kijkt naar het schilderij alsof het licht van achteren komt. Het papier is plat. Dat zorgt als er licht opvalt en die, al die transparante kleuren die erop staan, dan gaat het licht dwars doorheen. Dat reflecteert op het wit terug en komt dus weer terug. Waardoor je denkt: hé, hey, het lijkt wel een soort glas- en lood-effect. Alsof het licht echt van achteren komt. Dat is niet waar. Licht komt gewoon helemaal vanuit binnen, of van buiten het schilderij, naar binnen en het reflecteert terug. We kennen dat nu vandaag de dag heel goed, zoals televisiebeelden of uh, met een mobieltje. Je kijkt maar, het licht zit erachter en het projecteert zo naar je netvlies. En zo is het vandaag de dag. Ik heb lang zitten nadenken, ik heb veel archiefbeelden gekregen van het Prinshof. heel erg aardig, kan niet anders zeggen. Uh, wat daaruit voortgekomen is dat ik dacht, ja, water, mijn schilderij gaat ook over water, een hele furieuze watergolf die op je afkomt, waarvan je denkt die vernietigt alles, en dat laat ik ook zien. Dat is weer het spanningsveld wat erin zit over leven en dood en alles wat er tussenin zit. Dat zag ik bij het schilderij van Rob Scholte ook. Uh, die zat er toevallig ook bij. Waarom weet ik niet, want het had niks met water te maken wat betreft mijn schilderij, maar wel over leven en dood. Na de Vrede van Münster, het schilderij van Rob Scholte, zie je een aantal mensen op de grond liggen. Die zijn dood. Rob Scholte heeft natuurlijk van dichtbij ook meegemaakt uh, dat hij bijna zelf aan het eind van zijn leven is gekomen door een explosie. Hij wou toen na afloop. Zijn auto exposeren omdat hij het een daad vond van leven en dood, waarin hij dat kon verwerken. Het leven- en doodsgedeelte, wat erin zit bij Rob Scholte, is heel duidelijk gericht op: Ik weet veel van het leven, maar ik kan ook heel veel van het leven vernietigen. Hij leefde bijna op een manier van vernietigen. En dat deed hij zelf. Dat staat los inderdaad van dat geheel wat betreft die, die bom die in die auto lag bij hemzelf. Hij ziet ook, en dat is een andere factor bij Rob Scholte, uh, dat hij alles probeert in een heel groot historisch verband te zien. Dat is een behoefte die ik zelf ook heb. Alles wat ik zie, al is het nog zo klein, wil ik het zo groot mogelijk laten zien. Een bloem die groeit, zie ik wel als een bloem en die vind ik mooi, daar kan ik van genieten. Maar ik zie het niet alleen zo, ik zie het ook waarom groeit die bloem er? Waarom gaat het weer neer? Waarom komt dat op? Waarom heb je die hele kosmos waarin we leven? Waarom concentreert hij zich zo fijnzinnig op deze planeet hè, waarin het mensdom voortgekomen is, waarin het bewustzijn is voortgekomen, wat uniek is, zover we weten, in heel het universum? Dat we terug kunnen kijken op dingen. Dat we kunnen dingen opbouwen en een reflectie hebben om van dingen te genieten. Een dier kan ook wat betreft zich behagelijk voelen. Als je een meeuw neemt in de lucht dan zie je dat hij zich behagelijk voelt. Omdat hij denkt, hey, warmte, daar kan ik op zweven. Je ziet het bij een meeuw. Maar een mens kan dat enorm uitbuiten door dat bewustzijn wat hij heeft. En die reflectie die hij heeft over zichzelf. Over de cultuur, over zijn geschiedenis en noem maar op. Daar heb ik zelf ook al mijn uh, uh, dingen van uitgehaald toen ik op een gegeven moment wat ouder werd en ging lezen en in Delft woonde. Zo had Rob Scholten zijn verhaal en zo heb ik mijn verhaal over leven en dood. En dat is nog steeds, uh, vind ik zelf, en alles wat daartussen zit, nog steeds het allerbelangrijkste waar ik mee bezig ben in mijn werk als beeldend kunstenaar. De maatschappij zegt mij niets. Het is dus een uh, kwantitatieve uitdrukking voor iets wat me weinig zegt. Het kwalitatieve is de inhoud van mijn werk. Ik ken wel de wereld in plaats van maatschappij. Ik ken publiek. Uh, dat zijn gewoon mensen die uh, geïnteresseerd zijn in mijn werk. Waarvan ik hoop dat ze uh, mijn werk kunnen waarderen. Dat ze de, dat beseffen dat het leven zo ontzettend interessant kan zijn, ondanks de alle ellende om je heen vaak. En dat je daar nou niet weet waar je, waar je het zoeken moet. Maar het begrip maatschappij zegt me niet. Natuurlijk ben ik bewust van historie. Ik weet dat je geplaatst wordt in je vakgebied. En ik weet dat uh, kunsthistorici daar heel erg hun best om doen. om zichzelf ook te profileren. Waarin heel vaak is dat na honderd jaar het hele verhaal helemaal niet meer bestaat. en heel erg uh, 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 afgevlakt is. Tot ja, nee, het, is, het ligt toch eigenlijk wel anders. Maar ja, goed, toen was de tijd nou eenmaal zo enzovoort. We hebben het na de oorlog heel sterk gehad: dat je een paar grote stromingen had, zoals in Nederland de Cobra-beweging natuurlijk. Dat was het helemaal. De figuratieve kunst mocht niet meer bestaan, als het ware. Uh, Sandberg heeft er erg aan gewerkt om dat in eerste instantie naar voren te brengen. En uh, later is dat eigenlijk heel erg weer veranderd, ook in het hele cultuurgebied in, in, uh, in, in, in Nederland, om het daar even bij te houden. Je kon erg merken dat toen Rudy Fuchs kwam, dat hij een Karel Appels schilderij neerzette met een grote Mingvaas erbij van 2000 en zelfs ouder ernaast, om dat hele cultuur... Uh, uh, gebied te overbruggen en daardoor als je met goede belichting en alles goed in orde te stellen dat je dan ja die twee dingen gaan precies om hetzelfde en uh, de maatschappij bestaat ik weet dat er auto's zijn en verkeersborden zijn en dat er uh, allerlei regels zijn waar je je aan moet houden. Maar daar probeer ik me zo enigszins inderdaad in te voegen, zodat je niet te veel gekke dingen doet en te veel butsen oploopt in je leven. Maar voor de rest is het schilderen de, de puist die openknalt en waarin je werkt, daar gaat het om en de rest is bijzaak voor mij. Dat is een moeilijke vraag, want daar heb ik natuurlijk ontzettend veel over nagedacht. Ik had het al eerder gehad over uh, toen ik uh, begonnen was dat de natuur een hele grote indruk op me heeft gemaakt, en dat heeft het nog steeds. En het raadsel van de natuur, maar ook de bewondering van de natuur is voor mij nog steeds een grote uitdrukking. Als je het kunsthistorisch wil bekijken, ligt het, vind ik, heel anders. Ik had mijn favoriet. Ik ben wataller gaat een ondervoor. Ik ga van Anton Pieck. Tot Piet Mondriaan en van Piet Mondriaan tot andere structuralisten. En pure realistische kunst vind ik fantastisch. Dus nogmaals, uh, daar, uh, daar, daar, daar ja, activeer ik in alles. Ik, ik, het pept mij allemaal op wat ik zie. Elke expositie die ik zie, waarvan ik denk daar zit een geestkracht achter, daar ben ik uh, gek op. En daar uh, weet ik altijd wel weer voor mezelf de dingen uit te halen om daarmee door te gaan. Wat er nog bij komt, en dat is dat de moderne kunst vandaag de dag waar ik erg in geïnteresseerd ben, waar ik maar aan de andere kant, dat relativeer ik veel meer als vroeger. Toen was dat het voor mij ook, ik hoor erbij, ik moet erbij enzovoort. Maar ik zit nu veel meer met een Hieronymus bos of met een, een breugel, waarin alle mensen zo klein weer weggezet zijn en zo overtroefd wordt. Door uh, een bijzondere wereld eromheen, uh, een verwondering van mensen dat ze op deze aarde rondlopen en dat ze, wat ze allemaal meemaken in groepsverband en ook individueel. Daarin kan ik me veel meer vinden en daarom uh, trekken die, die, die kunstenaars me eigenlijk meer aan als uh, de hedendaagse kunstenaars. Ik ben erg geïnteresseerd, altijd in schilderkunst. Dat is voor mij een, 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 een optie, maar ook een daadwerkelijke kracht. Het schilderen vind ik, en dat ja, net zo eigenlijk als wat Rudy Fuchs uh, eigenlijk toen hij uh, verder directeur werd van verschillende musea. om de schilderkunst weer een plek te geven dat het handschrift weer terugkomt. Waardoor de computer eigenlijk volledig is uh, afgeschaft. Uh, daarin uh, vind ik mij nog steeds het beste, daarin kan ik mijn illusies kwijt kan ik mijn filosofie kwijt en ik hoop dat de mensen daarin uh, mij ook kunnen vinden. En daar, uh, dan zou, daar, ja, goed, daar ben je dan blij mee. Hoe lang en hoeveel ik nog zal schilderen weet ik niet. Ik ga er vanuit uh, op mijn leeftijd die ik nu heb dat ik zeker nog 25 jaar doorga. Dus een kwart eeuw uh, hebben de mensen nog te goed van mij en voor de rest is voor het nageslacht.